Trap er niet in, mensen. Vandaag bespreken wij de videocolumn van Jan Roos, gepubliceerd op Geen Stijl op 17 juni 2016, getiteld Jan Roos trapt er niet in. Wij hebben deze videocolumn al in het vizier sinds jij me erop wees op de dag dat hij uitkwam. Helaas komt het er nu pas van om hem echt te bespreken, met name door een ander project dat ertussen is gekomen. Maar ik vind deze videocolumn wel zo typerend, en ik denk jij ook, voor de manier van denken van Jan Roos en ook veel van zijn geestverwanten. Dat het nog steeds kan. Mm-hmm. Bijkomend feit is dat Jan Roos absoluut niet uit de schijnwerpers is getreden sinds 17 juni. Nee. Integendeel. Hij wil de Tweede Kamer in. Blijft actueel, denk ik. Dit is de week van trap er niet in, mensen. In dezelfde week verscheen ook de video van Denk, waarin gewaarschuwd werd voor de mainstream media in het algemeen. Uh-huh. Dat zij de vierde macht zijn. Yeah. En je beliegen. En die vierde macht, dat is de media. Zij handelen als poortwachters voor de gevestigde orde en bepalen daardoor voor een groot deel wat jij en ik als waarheid voorgeschoteld krijgen. Trap er dus niet in. Daar verwijst Roos hiernaar. Precies. Het is een ironische verwijzing, denk ik, omdat Jan Roos helemaal niet gecharmeerd is van Denk, zoals we kunnen zien in een andere videocolumn van hem die ik straks nog ga noemen. Oké, ja. Maar interessant vind ik dat Jan Roos aan een vergelijkbare media paranoia leidt. Ja, ik denk alleen dan met een andere politieke inhoud. Ja. Maar, en dat gaan we nu onderbouwen aan de hand van de column. Ja, inderdaad. Op de weg terug van een vijfdaagse trip naar Engeland om mee te reizen met de campagne van Nigel Farage. De campagne van Nigel Farage, daarvan was Jan Roos een heel letterlijke fellow traveler. Jan Roos is namelijk, net als Nigel Farage, voor het opheffen van de EU. Het is Farage inmiddels gelukt om een Brexit te forceren. Mm-hmm. En Jan Roos wil hetzelfde doen in Nederland. Hij is er zichtbaar trots op dat hij met zijn camera en microfoon steeds bij die uitslagavonden is en een momentje krijgt met Farage. En bij Geen Stijl zijn ze gewoon fan van Farage. Ja, Farage zegt bepaalde dingen die voor mij genoeg zijn om hem af te schrijven als politicus. Bijvoorbeeld, ik bewonder Poetin. Hij zei, ik bewonder Poetin niet als mens, maar als operator. Maar volgens mij zijn die twee dingen niet van elkaar te scheiden. Niet zo makkelijk ook. Vernam ik het nieuws van de verschrikkelijke moord op het parlementslid Joe Cox. Een moeder van twee kinderen, neergeschoten door een gek. Maar nog voordat ze haar laatste adem uitblies, was dat al veranderd in een extreemrechtse nationalistische gek. Want iemand, niemand weet wie, had hem Britain First horen roepen. Zo meldde een politica van Cox Labour Party, de club die graag in de EU wil blijven. Ja, en hier wordt natuurlijk meteen duidelijk waarom Jan Roos zich hiermee inlaat met dit onderwerp. Ja. Namelijk, de moord zou zijn gepleegd vanuit een anti-EU ideologisch motief. Ja. Je ziet nu al, en je gaat ook in de rest van de column zien, dat hij daar niet eerlijk in is en niet mee kan omgaan eigenlijk. Ja, want je ziet in deze zin al zijn insteek, de verdachtmaking. Het pro-EU-kamp wil per se dat hij een extreemrechtse nationalistische gek is. Ja. Zodat hopelijk Brexit voorkomen kan worden. En hij zegt, want niemand weet wie, had hem Britain First horen roepen. Waarmee hij suggereert, misschien heeft wel helemaal niemand hem dat echt horen roepen. Ja. Wat echt onzin is, want op de dag dat deze videocolumn verscheen, en voordat de videocolumn verscheen, was al bekend wie. Wie namelijk, dit was, Clark Rothwell. Ja. Het kan zijn dat Jan Roos dat artikel net niet op tijd heeft gezien. Er was meteen een sterk vermoeden van het motief. En inmiddels is er ook bewijs van een extreemrechtspolitiek motief. Ja. Maar er circuleerde volgens mij al heel snel een foto van Thomas Mayer met een Britain First spandoek. Ja, een extreem nationalistische groep. Ja, het was bekend dat hij banden had met neonazi's. Ook. Dat was al lang bekend. En toen Thomas Mayer werd voorgeleid voor de rechter, werd hem zijn naam gevraagd. En toen antwoordde hij, my name is Death to Traitors, Freedom for Britain. Dus ja, hoe helder wil je je motief hebben? Dat wist ik nog niet eens, maar dat was toen. Dat was wel na de video kon. Dat hij dat zou gaan zeggen, was totaal niet aan te voeren. Nee, precies. Dat voel je niet aankomen als je alleen maar af moet gaan op banden met neonaties en zo'n Britain First vlag. Vrijwel gelijk werd de Britain First roep ontkracht door getuigen. Welke getuigen? Welke getuigen dan? Niemand weet wie. Getuigen die zeggen, we hebben dat gehoord, die zijn nep. Getuigen die zeggen, we hebben het niet gehoord, die zijn echt. Maar het vuurtje was steeds aangestoken. De kogel kwam van rechts.
Dit is een verwijzing naar Pim Fortuyn. Opnieuw ironisch, net als de verwijzing naar Denk. Ja. Want Jan Roos vindt absoluut niet dat de kogel van rechts kwam. De kogel kwam van een gek. Precies. Ja. De kogel kwam van gek. Maar Jan Roos heeft het mis. De kogel kwam wel van rechts. Als bij Pim Fortuyn de kogel van links kwam, kwam die hier zeker van rechts. Dus opnieuw vind ik de vergelijking terecht. Ondanks dat het motief nog bij niemand bekend was en tijdens het maken van deze column nog steeds niet bekend is, werd het, toen Cox Live nog niet eens was afgekoeld, onderdeel gemaakt van de campagne om tegen Brexit te zijn. Ik wil het eigenlijk omdraaien. Toen het lijf van Cox nog niet eens was afgekoeld, is haar moord door Jan Roos onderdeel gemaakt van de Geen Pijl campagne, die toen nog meer in het nieuws was. Ja. Door zowel de overtuigingen van de moordenaar te ontkennen, en als tegelijkertijd die hijsa omtrent wat die moordenaar geroepen zou hebben, en dus ook geroepen heeft waarschijnlijk, aan zijn tegenstanders van de, in de EU-kwestie te wijten. Ja. Dus hij verwijt hier een andere groep wat hij zelf doet, terwijl die andere groep de feiten aan zijn kant heeft. Mm-hmm. En Jan Roos de feiten niet aan zijn kant heeft. Misschien ben ik gewoon een gevoelloze lul, maar ik begrijp niet goed het probleem van dodelijke misdrijven gebruiken om een politiek punt te maken. Waarom dat niet zou mogen en waarom je dan moet wachten tot het lijk afgekoeld is, et cetera. Ja. Als je gewoon kunt onderbouwen waarom dit sterfgeval het resultaat is van een probleem dat jij aankaart. Ja. Als je dat gewoon kunt onderbouwen, dan zou ik niet weten waarom je moet wachten tot het lijk afgekoeld is of opgebaard of begraven of weet ik veel. Geen stijl, laat ik zo zeggen. Doet het ook niet, want die lijken in Orlando waren ook niet helemaal afgekoeld. Of niet al, of maar net. Ja. Zij hebben ze geen probleem mee. Ja, dus het is hypocriet. Maar zelfs als het niet hypocriet zou zijn, dan vind ik het nog een dubieus fatsoensargument. Ook wat op zich weer hypocriet is eigenlijk. Een fatsoensargument uit de mond van iemand die voor geen stijl werkt. Ja. Ze hebben op hun voorpagina, en dat houden ze ook opzettelijk op hun voorpagina, het staat onder het kopje klassiekers, het Hufter-manifest, waarin expliciet wordt gezegd, fatsoen is schadelijk. Wij steunen de Hufters. En juist als er mensen vermoord gaan worden om ideologische redenen, misschien moet je dan op tijd aan de bel gaan trekken in plaats van doen alsof er niks aan de hand is. Ja. Want het klimaat van de moord was immers door hen van het uitkamp gecreëerd. Wil ik weer even terugkomen op de kogel kwam van rechts. Ja. Dat is duidelijk weer een verwijzing daarnaar. Mm-hmm. Dat werd over Pim Fortuyn ook gezegd. Klimaat voor de moord was door links gecreëerd. En ik vind echt dat je redelijke argumenten kunt geven voor dat standpunt. Marcel van Dam noemde Pim Fortuyn een minderwaardig mens in het programma Het Lagerhuis. U bent een buitengewoon minderwaardig mens. Weet u dat? Er was geen sprake van moord in opdracht. Nee. Maar er was wel sprake van een overdreven vijandbeeld. Ja. Een onredelijk vijandbeeld. Ja, met Hitler werd hij vergeleken. Ja, met Hitler in 33. Nazi-kopstukken, ja. De Nederlandse regering, en dat vind ik dus een bloody shame, helpt mee een klimaat te creëren van demonisering van mijn persoon. En als mij straks wat gebeurt, ik ben blij dat je mij die gelegenheid geeft, als mij wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. En dan kunnen ze niet hun handen ervan aftrekken in de zin van ja, ik heb die aanslag niet gepleegd. Je hebt het klimaat mee gecreëerd en dat moet stoppen. Datzelfde verhaal kun je hierover vertellen, want hoe wordt de linkse pro-EU-elite wel niet afgeschilderd door mensen als Jan Roos. En geen stijl in bredere zin. En geen stijl in bredere zin. Daar komen dadelijk ook nog wel meer op. Ja. Maar inderdaad, bij Pim Fortuyn was het, wat zou het niet fijn zijn geweest als we Hitler hadden kunnen stoppen in 1933. En dit is nu Hitler in 1933. Hij is nog niet echt aan concentratiekampen voor moslims bezig, maar hij wil het wel ooit gaan doen. Ja, nu kan het gevaar nog in de kiem gesmoord worden. Maar niet door gangbare middelen misschien. En met de EU hier zie je dat hetzelfde. De elite is corrupt, de media zijn corrupt. Ik vind niet alleen Denk, maar dat zie je ook vanuit Jan Roos en Geen Stijl. Jan Roos zegt in het interview met Peter Vlemmings in de aanloop naar het referendum over Oekraïne. Maar corruptie is in de politiek zo ontzettend diep geworteld. Onze elite hebben een ongelooflijke broertje dood aan één groep. En dat is namelijk de burgerbevolking. Ja, het minst journalistieke product in Nederland is het NOS-journaal. Want? Ja, dat is voornamelijk wat de overheid wil dat wij geloven. Deze referendumwet is een soort wassen neus. Maar mijn vertrouwen in de rechtsstaat, in de politiek,
in de democratie, in de media, is door dit project echt gekelderd. Ja? In ieder geval een hele paranoïde sfeer. Ja, er ontstaat een paranoïde sfeer. De normale democratische middelen om iets te veranderen, die zijn bijna uitgeput. Maar er is wel een enorm probleem. We staan aan de vooravond van een Europese dictatuur, feitelijk. De EU-SSR. De EU-SSR. Ja, ja, een heel gebruikelijke term op Geen Stijl. Ja, en dat is natuurlijk het handige van Geen Stijl en ook van Vanja Roos. Het is allemaal maar overdreven. Het is allemaal satire. Het is allemaal aangezet. Het is een spel. Maar ondertussen overdrijven ze aan de lopende band. En daardoor, ja, dat EU-SSR, dat inmiddels al wordt al, volgens mij al jarenlang wordt dat gebruikt. Ja. En dan zou ik wel eens willen vragen van hoe serieus ben je daarin? Want ze zijn echt falikant tegen de EU. Dus misschien zijn ze er wel serieus in. Maar waar zijn de Gulags en de Stalins? Het is volgens mij geen zuivere satire. De Spel bijvoorbeeld is ook heel kritisch. Ja. Als je tussen de regels doorleest. Ja. Over de EU bijvoorbeeld. Of over godsdienst of over wat. Maar dat is duidelijk satire. Zelfs als je het stuk niet leuk vindt. Of niet eens bent met hun kritiek. Ja. Kun je nog zien, dit is satire. Ja. De EU is ergens een goed voorbeeld. Van een manier waarop het probleem wordt opgeblazen. Tot astronomische proporties. Ja. En als je zegt, er is een enorm probleem. En we gaan het niet op een beschaafde manier oplossen, want alle beschaafde middelen zijn in handen van de elite die het probleem veroorzaakt en tegen de burger is. Ja, wat blijft dan is het niet zo'n enorme stap naar geweld. Nee. En dan ben je nog geen geweld aan het propageren. Nee. Hoewel ik vind dat Jan Roos er heel dichtbij komt in zijn interview met Peter Vlemmix. Om de macht van de EU te breken, de expansiedrift te breken, de verandering in gang te zetten. Want er is een revolutie nodig om dit moloch te slopen. Revoluties zijn in ieder geval in politieke zin gewelddadige omwentelingen. Ja, nou ja, als we het over de Franse revolutie hebben. Ze hebben laatst zo ook weer gekscherend, maar ondertussen weer niet. Hebben ze dat Journaal 24, dat kanaal, daar hebben ze een link naar geplaatst. En dat noemen ze Guillotine 24. Maar wie moet er dan onder de guillotine? In een heel lang stuk van Bart Nijman, ook van Geen Stijl, staat ook weer: de leiders en volgers van deze Europese Unie staan aan de goede kant van hun eigen naoorlogse geschiedschrijving, totdat iemand anders die pen van ze afpakt, al dan niet met het zwaard. Ja. Dat vind ik echt al gaan richting oproep tot geweld. Alexander Pechtold wordt op hun site afgebeeld in vol SS-ornaat. De hoofdredacteur van Geen Stijl, Prit Stift, of Mark Burema, zoals hij gewoon heet. Ja. Die zegt dingen als: tijd voor een totale war on GroenLinks. Er zit niets anders op dan dit hypocriete tuig met wortel en tak uit te roeien. Ja, ik weet niet waar precies voor hun dan de grens ligt tot, of we oproepen tot geweld. Al snel werd duidelijk dat de dader een gestoorde gek is. Dus wat de Brexit-campagne te maken heeft met de geestelijke gezondheid van deze man, mag Joost weten. Zo sceptisch als Jan Roos is over het idee dat het ideologisch gemotiveerd is, zo niet sceptisch, zo goedgelovig is hij, wat betreft de theorie dat het gewoon komt door zijn gekte. Ja, en welke verklaring is er natuurlijk voor? Ja, het is gewoon heel duidelijk dat Jan Roos zelf zwaar ideologisch is geworden en blind eigenlijk is geworden. Ja. Het kwam door zijn gestoordheid. Ja, doet Grunberg dus altijd over de islam. Ja. Grunberg zegt dit over jihadisten, ze hebben stoornissen. Ja. Het is dom om te denken dat het met ideologieën te maken heeft. Ja. Het zijn gewoon gestoorde gekken. En als Grunberg dat doet, dan denk ik dat Jan Roos daardoor heen prikt. Ja, en terecht. En terecht. Maar hier doet hij echt exact hetzelfde. Ja. Precies het spiegelbeeld van Grunberg is hij hier. Ja. Het rechtse spiegelbeeld. In een latere videocolumn van Jan Roos op 15 juli... heeft hij het over moslimterroristen. En dan zegt hij: wat zal de Kamer straks zeggen als er in ons land een aanslag gepleegd wordt door zo'n type met tientallen doden als gevolg? Dat ze het niet zagen aankomen? Dat vluchtelingen er toch echt niets mee te maken hebben? Dat het om maar een paar verwarde mensen gaat? Dat is precies wat hij nou doet met de moordenaar van Joe Cox. Het was een verwarde man. Ideeën kunnen ook bij gestoorde gekken een rol spelen bij de omschakeling naar geweld. Ja, inderdaad. En niet alle gestoorde gekken zijn gewelddadig ook. Nee. Heel veel niet. Meesten niet. Nee. Overal werd de link gelegd met de Brexit-campagne. Eén Vandaag-chef, Joost Blokzijl, maakte het bonst met het Twitterbericht: vandaag een Europees parlementslid vermoord omdat ze de EU een goed idee vond. Ze was helemaal geen Europees parlementslid, maar dat ze vermoord is omdat ze de EU een goed idee vond,
kan Joost helemaal niet weten. Ze was wel een Europees parlementslid, in de zin dat ze een parlementslid was in een Europees land. Maar ze was geen lid van het Europees parlement. Dus ik vind wel dat Blokzijl daar heel op zijn minst onvoorzichtig in is. Maar dat ze vermoord is omdat ze de EU een goed idee vond, kan Joost helemaal niet weten. Nee, maar Joost kon het wel aanvoelen. Ja. En Joost heeft het goed aangevoeld. Ja. Ze was expliciet pro-EU. En ze woonde in de buurt van die moordenaar. Ja. Maar het komt Joost gewoon enorm goed uit. Als dit wel zo is. Want Joost is namelijk een eurofiel en helemaal geen journalist. Ook de motieven van Joost Blokzijl zijn zonneklaar voor Jan Roos. Het komt juist Jan Roos enorm goed uit als het niet zo zou zijn. Ja. Joost is namelijk een eurofiel. Dat is ook weer zo'n woord, zo'n scheldwoord dat op geen stel. Als je pro-EU bent, ben je een eurofiel. Het spiegelbeeld is dan dat je een eurofoob bent als je in het geen pijlkamp zit. Hij zegt, Joost Blokzijl is geen journalist en daarmee probeert hij hem te vernietigen. Ja. En over zichzelf zegt hij, als soms, het er maar uitkomt, ik ben geen journalist. Ja. Journalisten, zoals noem ik mezelf overigens niet. In het interview met Peter Vlemmick zegt hij, ik noem mezelf geen journalist. Ja. Maar in een andere videocolumn van hem zegt hij weer wel dat hij een journalist is. Dat is de videocolumn die gaat over Denk. Oh ja, als hij niet gehoord wordt door Denk. Dan staat hij daar en dan wordt hij door medewerkers van Denk gefilmd. En een beetje geïntimideerd. En dan noemt hij dat het lastigvallen van de pers en van journalisten. De medewerkers zullen een standje krijgen van die hoge meneer vanwege het lastigvallen van journalisten. Dus ik krijg het vermoeden dat hij zich uitgeeft voor journalist om binnen te komen ergens. En als hij dan wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van journalisten, dan is hij ineens geen journalist meer. Maar satiricus. Maar dan is hij, ja, wat multimediaal spektakel. Gekscherend noem ik mezelf multimediaal spektakel. Ja, dat is die Grunberg defense die zij ook hebben. We zijn satirici. Ja, maar dat vind ik ook verdacht. Want Jan Roos, toen hij nog bij geen stel werkte, interviewde gewoon politici in de Tweede Kamer. Dan is de rot nog dieper doorgedrongen tot in de bestuurlijke elite. Want dan geven ze blijkbaar naast perspassen ook satirici passen uit. Of hebben ze toch gewoon een perspas? Ja, dus of ze zijn gewoon journalist en ze moeten aan journalistieke waarde gehouden worden. Of ze zijn onder valse voorwenselen in een parlementair gebouw van een democratie binnengeslopen. Ja, gelukkig is het een nepdemocratie. Anders had ik me bijna zorgen gemaakt. VVD-flopper Aart-Jan Boekenstein noemde het een Brexit-moord. Dan ben je niet alleen een smakeloos complotdenker, maar ook een lijkenpikker puur zang. Er lijkt mij zeker een verband tussen Brexit en de moord. Hoeft niet per se een complot te zijn. Volgens mij zegt Boekenstein dat ook niet. Ik vind Jan Roos zelf wel een complotdenker wat betreft de EU en de pro-EU-media en de pro-EU-politici. Ja, en smakeloos noemen ze zichzelf al, want dat is een badge of honor voor hem. Dus hij is zelf een smakeloos complotdenker. Ik vind Jan Roos hier de lijkenpikker. Ja, omdat hij onterecht de moord gebruikt voor zijn doeleinden, terwijl de andere kant het terecht doet. De dader, een lonely loner met de psychische problemen, die volgens zijn familie helemaal niets met politiek had. Dat zeggen al die families van islamitische terroristen ook. Ja. Dat had niks met religie. De vader van de Orlando-schutter, zei Ja, die zei, dat heeft niks met religie te maken, toch? Nou, daar prikt er geen stijl doorheen, en terecht. Dat de eerste instinct van die familie is natuurlijk bescherming waarschijnlijk van je kind. Überhaupt ongeloof waarschijnlijk. En hoop dat hij het niet heeft gedaan, snap je? Ja. Dus zo'n emotionele groep mensen, namelijk de familie van een moordenaar, in de eerste dagen of uren zelfs misschien wel na zo'n moord, is het niet de meest betrouwbare bron. Hij heeft niet alleen een moeder van twee kinderen vermoord. Hij heeft munitie geschonken aan de eurofiele pers en hun medestanders om Brexit te voorkomen. En daar zal hij ongewild dan ook in slagen. Hij is er niet in geslaagd. Nee, Brexit is geslaagd. Geen pijlreferendum is geslaagd. En hier zie je dus hoe dat werkt. Jan Roos zegt, nou, dat Brexit kunnen we wel vergeten na deze moord die geheel onterecht voor het politieke karretje van de eurofielen is gespannen. Ja. En als Brexit dan inderdaad niet had plaatsgevonden, dan had Jan Roos kunnen zeggen, ja, zie je, we waren gesaboteerd, die moord heeft ons de das omgedaan. En als ze wel winnen, dan gaat hij niet zeggen, oh, het complot is toch niet zo machtig als ik dacht. Ja, ik heb een fout gemaakt. Nee, dan is het gewoon feest. Wordt het toch nog wel een leuk feestje. Ja, wat jij zegt over als ze het referendum hadden verloren of de Brexit hadden verloren of geen pijl, dan hadden ze de elite de schuld kunnen geven. Mm. Farage heeft dat ook gezegd. Die werd gevraagd van wat als het een close call wordt? Ga je dan die uitslag accepteren? En toen heeft Farage gezegd, nou dan is het nog lang niet klaar. En nu is het precies andersom gebeurd. 48% van de Britten heeft tegen de Brexit gestemd. Dus 48% is natuurlijk elitair of onder de betovering van de elite. En dan is het opeens een geldig referendum. Trap er niet in, mensen. Ja, en ironisch sluit hij nu af, net als Denk. Ja.
Terwijl hij niet doorheeft dat hij exact op dezelfde golflengte zit als Denk. Alleen inhoudelijk niet. Ja. Maar qua vorm wel. Het is een media-paranoia à la Denk. Alleen aan de andere kant van het politieke spectrum. De complementaire kleuren van Denk. Laatst was er een onderzoek dat 66% van de Nederlanders pro-EU is. Mocht er zo'n Nexit-referendum komen. Ik bedoel, Brexit is wel eigenlijk verwezenlijk door 3 journalisten en een beurshandelaar. Dus geen stijl doet zich vaak voor als niet elitair en in de marge en vechten tegen het systeem. Maar zij zijn ook journalisten, dus het zou geen stijl ook kunnen lukken. En dat kan als daar goed en eerlijk debat over wordt gevoerd. Maar ik heb het idee dat er niet altijd eerlijk mee omgesprongen wordt. Nee. Ja, je zou kunnen zeggen dat geen stijl tot de media-elite behoort. Inmiddels wel, ja. Ze zitten bij de Telegraaf Media Groep. Ja. Ze scheppen op over hoeveel hits ze elke maand hebben. Ja. Ze hebben Jan Roos in dat interview zegt nou, wij vinden onszelf ook best wel heel gaaf. Ja, dat zie je wel. Ja. Maar ja, dat vinden 2,3 miljoen mensen maandelijks ook. Ze hebben een halve beweging van het hele land uit de EU ingezet. Ja. Hoe elitair en machtig wil je het hebben? Ja. Ze doen me een beetje denken aan Fight Club soms. Fight Club is een film gebaseerd op een roman over een ondergrondse anarchistische vechtclub voor onzekere mannen, wannabe macho's. En de club groeit uit tot een enorme beweging die de gevestigde orde omver wil werpen. Met een knipoog. Look, the people you are after are the people you depend on. We cook your meals, we haul your trash, we connect your calls, we drive your ambulances. We guard you while you sleep. Do not fuck with us. Wij zijn de underdogs. Wij zijn de gewone man die een revolutie gaat ontketenen. Het is allemaal leuk bedoeld. What the fuck did you guys do? En het loopt helemaal uit de hand. God damn it, since when is Project Mayhem about murder? The buildings are empty. Security, maintenance, all our people. We're not killing anyone, man. We're setting them free. En uiteindelijk wordt de hele stad opgeblazen. Grap. Yo, ja. Trust me, everything's gonna be fine. Nu zijn we het eerste domino-steentje in EU dat gaat vallen om de macht van de EU te breken, de expansiedrift te breken, de verandering in gang te zetten, want er is een revolutie nodig om dit moloch te slopen. Nou, dan ga je van vertrouwen uit van de politiek, dat heb ik dus niet meer. Sorry to keep you waiting.